Dit is de zesde zomer van TV1 met Margriet Hermans. Ik moet eerlijk bekennen, dames en heren, ik had daar straks eventjes in het publiek gekeken en ik was dermate verrast, want een heel oude bekende van mij die zit hier in de zaal, namelijk Jean van Belgen. We hebben elkaar vroeger goed gekend. Ik heb hem jaren uit het oog verloren. Het is zo'n speciaal figuur, dames en heren, dat ik er eigenlijk toch eventjes van wil profiteren om hem aan u voor te stellen. Jimmy B. Dag jongen. Hallo. Hoe is het met u? Heel goed. Zeg, dat is lang geleden. Dat is heel lang geleden, inderdaad. Maar man, waar heb jij gezeten? In Hollywood. In Hollywood? Ik ben uitgeweken. Ik ben in Hollywood terechtgekomen. Allee, ik ben daar heel gelukkig. Ik ben daar eigenaar van een discotheek. De Gravestone, dat is dus een megadiscotheek. En twee weken geleden is er een ploeg van de BRT gekomen om een video te maken. Ik heb hem meegebracht. Kun je een stukje laten zien? Want dat is schoon, hoor. Zou dat gaan, mannen? Zou dat lukken om dat te laten zien? Even voor de sfeer een keer te stuiven. Oh, dat is heel schoon van aankleding. En van, serieus? Zou me zeggen, al de rood gewoon met een disco. Allee, dus ja, oh, hier, dit. Hartelijk welkom in mijn super discotheek, de Gravestone. Hi, Jim. Hey, Steve. Hi. De Gravestone exclusief hier in het hartje van Hollywood. Ik heb dat hier een paar jaar geleden kunnen overpakken. Voor een appel en een ei. Zo zeggen ze dat. Kunnen we misschien beginnen met het gastenboek eventjes te bekijken. Hier, dat ben ik, Jimmy B. Al wat dat hier dus bekend is in Hollywood, komt hier binnen. Robin Williams, een hele goede kameraad van mij. Hier Tina Turner, Tom Selleck, noem maar op. Madonna, want als ze erbij schuift, fuck me, Jimmy. Ja, Don Johnson, Richard Gere. En hier natuurlijk Michael. Thank you, Jimmy B. Voor Michael en all the children. Dat is schat. Dat hier is het geliefkoosde hoekje van Michael Jackson, waar hij zit dus met de kinderen aan muziek. De kinderen zijn zot van hem, hij gaat daar helemaal in op. Hij kan er soms niet afblijven. Hier, dat is Tina's corner, dat is het hoekje van Tina Turner, speciaal voor haar. En hier, kijk naar het stokje, het laatste wereldtoernooitje dat ze gedaan heeft, was gekleed in een tigervelletje, dus de inspiratie komt van de Gravestone. Ze is een kwartier geleden vertrokken, jammer, maar anders hadden ze kunnen zien. Ze moest nog gaan eten vanavond daarmee. Waar ik één fier over ben, dat is dat het een hele clean discotheek is. Hier mag de FBI binnenvallen. Gaat hier nooit iets vinden wat dan niet mag en dat maakt mij volledig happy, natuurlijk. Dat is een probleem hier soms in. En Hollywood. Oeh! Dat is een glazen kooi, maar dat dus toevallige beesten worden ontvangen. Wie komt er regelmatig? Skippy, Flipper, King Kong. En nu staat er nog zoveel water in, want van het weekend hebben we een feestje gehad met Willy de Free Orca. De Free Orca! Willy, de orka! Maar jongen. Jij krijgt er nog wel wat volk over de boek. Maar ik dacht, jij was toch coiffeur, hè? Ik heb een opleiding genoten als coiffeur. Ja. Omdat bij ons in de familie iedereen is coiffeur, dus ik ook. Dat is zeker, van vader op zoon, hè? Kende jij een serieuze coiffeur, mijn zoon? Dat is toch waar? Mag je ja. Zeg, maar Jimmy, gaat toch zo'n kapsalon midden in het centrum van Gent? In het centrum van Gent had ik een kapsalon, een heel schoon salon. En er kwamen vooral ook veel bekende Vlamingen over de vloer. Oh. Onder andere wie kwam, Wil Ferdi, die moest ik altijd een ding zetten. De Permanence. Willy de Klerk, Watergrove is in haar. En dingen ook, Jean-Luc de Arnes, staat premier. Maar die kwam altijd alleen voor hem te scheren. Ja. En die was er een probleem, die moest ik altijd dubbel een tarief rekenen, omdat in het echt, dat is serieus, zeg, dat je dat volledig rond zet, moest je betalen natuurlijk. Dat is, en dan natuurlijk, op een gegeven moment is het dan een klein beetje minder beginnen gaan. Ik heb dan moeten stopen. Oh, dan heb je dus je vak vaarwel gezegd. Een klein ongeval gehad, een arbeidsongeval, en ik heb dus een stuk vlees uitgesneden. Wat?
Uit uw hand? Ja, met mijn tong, hè. Ik heb met mijn tong gesneden, dus uitgeschoten met de schaar. En 3 maanden werk bekwam die, kost ik niet meer klappen, hè. En de coiffeur die niet kan klappen, die is heel zwaar gehandicapeerd, hè. En dan ben ik er begoost, langzaam, maar ik voelde dat direct, hè. Ik was niet meer dezelfde Jimmy van tevoren, hè. Nee. En toen komt er nog, oh ja, komt er nog bij dat er op een gegeven ogenblik een nieuwe productenlijn. En kijk ik zo en zenuwachtig voor. En de klanten kwetsen ook. Hè. Snijden waar je niet moet snijden. Komt op een gegeven moment komt er een dame bij mij binnen en ze zegt tegen mij: Jimmy, niet zo kort als de vorige keer. Ik zeg, excuseer me dan, maar ik kan mijn gezicht niet rappeleren. Ja. Zegt, dat is niet mogelijk. Zegt, dat is juist genezen. Oh, wat serieus miskneept natuurlijk. En dan op een gegeven moment, een ongeluk om nooit alleen. Eczeem begin ik krijgen van het product. Waterpaste in mijn arm. En littekens, kan er u laten zien, overal. Ja, maar nee, dat hoeft niet. Bedankt. Het water liep eruit, echt waar. Allee. Want je zou ervan verschieten hoeveel water dat er dus in een mens aanwezig is. Moesten we u hier nu beginnen uitwringen? Ja. Een paar botten, dat is geen overbodige luxe. Dat is echt waar. Maar het is natuurlijk niet allemaal water. Hè? Nee, dat is ook veel dingen. Lucht, hè. Zeg, en dingen ook. En gassen, hè. Dat is toch waar, hè. Gassen ook, hè. Maar hoe ben je dan uiteindelijk toch in Amerika geraakt, jongen? Met het vliegtuig. Ja, dat is allemaal. Maar nee, hoe heb je daar kunnen aanpassen en zo? Want uiteindelijk is dat toch een totaal andere branche waar je nu in zit. Het is zo moeilijk. Ik had alleen natuurlijk mijn verstand en mijn flair voor talen. Want ik was daar nog maar 5 seconden en ik wist al onmiddellijk. Ik voelde dat. Ik zeg, die is er hier. Geen Nederlands dat er hier gesproken wordt. Allee, gaat dat direct door? Maar fouten maakt iedereen in het begin. Ja, ja, ja. Komt iemand binnen bij mij in de kreefstoel en die zegt tegen mij: Zoetje, jij moet mij toch kennen van in de cinema? Ik zei, ik weet het niet, waar zit ik aan meestal? Dat was Tom Cruise van Twitter Doe. Dat ken ik niet natuurlijk. Maar zo'n dingen komen er tegen. Het is natuurlijk episch. Zeg, jongen, ik denk dat er geen nog heel wat verhalen op ligt. Ik kan een boek schrijven. Oh, zeg, je bent een echte verteller. Zeg maar, in plaats van een boek te schrijven, ik stel het volgende voor. Zijn er nog een beetje in België? Ik ben hier 2 maanden, hè. 2 maanden? Vakantie. Allee, dat treft toch. Jimmy, jij moet elke week een verhaal komen vertellen, hè, jongen. Heb je daar tijd voor, denk je? Dat valt arrangeren, pas ik wel. Oh, wel, dames en heren, we nodigen hem elke week uit. Dat was een Jimmy B.